si Nagmi. Huwag ka na dam, huwag ka mawag dam. Forwards. We're standing top straat. Laat dit ordelijk geschieden. Ja, de opdracht is, jullie gaan hier niet blokkeren. We willen natuurlijk We gaan het uitvoeren. Maar de poort op dit moment. Luistert u naar ons? Als u uw doel wilt bereiken, gaat het uiteindelijk. Luistert u naar ons? Luistert u naar ons? Nee, bent u naar me luisteren? Luister u naar mij? Wij hebben die poort niet bezet gehouden. Wij willen naar binnen. Zij hebben die poort gesloten. Opdracht vanuit de hoger. Als de werkgever u zegt. U mag het trein niet betreden. Waarom niet? We gaan nu hier schoonvegen. Dat moet u ons rammelen. Dat moet u ons rammelen. We willen naar binnen. Laat het niet zo ver. Daarvoor bent u. Meneer. Hebben jullie geen opdracht aan het aanbouwen? Open krijgen.
daar in Suriname te doen. Om een situatie waarbij de directie de OS zich niet kan verenigen. Geopend is om je een goed beeld te geven van wat er allemaal gebeurt. Ze hebben zich verspreid door. Het was mijn droom altijd. Nog meer kom je nog maar contact. Een van de man, die man stort idee. Van zijn mond te komen, miskerba. Dan ben je nog maar 30 minuten, die man moet allemaal van mijn leven halen, maar dan moet je maar money. Hoe moet je money, dat wil ik niet. Meneer Karta heeft voor confrontatie gekomen. Want we stonden daar even. We stonden daar vredig. Want we zijn gekomen om aan het werk te gaan. Die poort is op slot gedaan. En dan komen ze ons beschuldigen. Zij hebben die poort gesloten. We zijn nu binnen. Wat nu? We zijn komen werken. We zijn komen werken. Dat zijn we op het eerst nog buiten. De mensen moeten werken. Dat is het. Ze kunnen ons niet verwijderen, toch? We zijn aan het werk. De politie hoort hier niet thuis. Wat we zeggen, we vernielen niets. Het is niet de intentie om dingen te vernielen, want we doen onszelf. Toch, als we willen vernielen, zijn er genoeg mogelijkheden. Niet hier binnen. Niet hier binnen. Wat brokken, no, no, de. Dat naar deze zaak. Ze hebben daarvoor gekozen. Na ME brok kapot aan de UNO. ME heeft die poort kapot gemaakt. De politie. EBS moet het verhalen bij de politie, niet bij ons. Maar de politie heeft voor die confrontatie gekozen. Want we waren vrede. We hebben niets naar de politie toegeslingerd. We hebben niets gezegd van de directie. We hebben daar gestaan omdat we voor onze recht opkomen. We willen naar binnen. En als de politie ons weerhoudt, nou man. Nee hoor, het gaat om een rechtvaardigheid. We zijn geen slaven van Leo. En de geschiedenis herhaalt zichzelf. Hier was mijn vader, 1973, hetzelfde geval. Toen hij Syriëndaal heeft vergezeld. De geschiedenis herhaalt zichzelf. En wij gaan op dit moment niemand gijzelen. We gaan niemand gijzelen. Maar wij komen op voor onze rechten. Als het uit de hand loopt, maar u loopt achter de maan.
is kapot. De politie heeft hem gestoten. Een collega van onze hand is kapot. De politie heeft hem gestoten. Hij is toen naar de poli aan de overkant om te kijken als het echt kapot is of hij een scheur heeft gehad. We mogen daar niet meer opkomen voor onze rechten. Niet wij. Ze hebben de andere politie op ons afgestuurd. We waren vrienden. We wilden alleen naar binnen komen omdat we moeten werken. Die oproerpolitie is gekomen. En zij hebben voor onrust gezorgd. Zij hebben voor oproer gezorgd. Dan laat ze gaan werken toch. We sterven op Oliva. We sterven op Oliva. Mooi petit. Omdat we de taboeret hier. No one's clothing it past me. No one. Come on, pass me. Ik loop dat ik wil naar binnen komen. Laat ze nu naar binnen komen, we werk op te starten. Wat zijn die agenten? Zo moet ik ze maar noemen. Erger dan dat zijn ze. Wij stonden daar rustig buiten. Ze hebben ons gedwongen om die poorten open te krijgen. Wat gaan ze hier op het erf komen doen? Gaan zij die machines opstarten? Er is een directeur die achter zijn bureau daar zit te lopen. En geen durf toont om hier met de werknemers te komen praten. Dat noemt hij zich directeur van het bedrijf. Het staatsbedrijf nog erbij. Dat bedrijf is niet van zijn pa. Hij is de koning, toch? Hij voelt zich als zijn broer is koning, dus hij voelt zich als een koning. Koningsbroertje, ja. Slavernij is niet lang afgeschaft. Hoe gaat het Tigri Tjakogisrana baka? Tigri de dan? Wat ik naar de Ghanis Tjakogisrana? Dat is de gangster. Hoe nog een blijgaas op de Tjakogisrana, man? Meneer Matura, we zijn 4 weken al hier. We hebben geen enkele vernielingen gebracht. Geen enkele lid heeft iemand aangevallen. De politie komt zo agressief. Iemand heeft zijn arm gebroken, is nu bij de poli. Kan toch niet? Kan toch niet? Geen enkele lid heeft iemand aangevallen. Geen enkele lid. Wat nu, meneer Matura? Want nu zijn jullie binnen. Dat weet ik niet. Het is geheel afhankelijk van de andere partij. Zo agressief, zo'n behandeling. Dus we zijn veel door. We zijn 4 weken al hier. We weten, we hebben onze grenzen. We praten met de leden. We gaan niet vernielingen brengen. We gaan niemand aanvallen. We willen rustig daar staan. Maar als je met zo'n... Kun je niet. Waar is uw voorzitter? De voorzitter is bezig met zijn eigen zak. Ik kom met z'n straks. Ik heb het niet gedaan. 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 Ik heb het niet g